20 years old, Danny Jansen. What an announcement it has been on the big stage from the Mullet. Danny Jansen has got a great look. He's a fabulous young man. But the guy can play darts. The hair does not move. He is liked by everyone. Right, Van der Voort. Danny won't like this. Het boerenleven, ja, wat betekent dat voor mij? Dat betekent eigenlijk alles. Dus zo is, ja, je bent groot geworden. Dus hier zijn we al die jaren geweest en hier heb ik het meeste geleerd. Heel leuk. Goh. En ik ben zelf ook loonwerker geweest en dan zaterdag thuis kom, ja, dat doe je met alle plezier. Ga je hier nog weer aan de gang of ga je nog wat doen? Vaders en met opa en dat is gewoon hartstikke leuk. Laatst zei een man die zegt, je 3 generaties met hem. Ja, waar zie je dat nog, weet je wel? 3 generaties nog buiten aan het werk. Ja, dat zie je niet vaak meer. Dat is gewoon, dat is wel bijzonder hoor, dat loopt vandaag aan denken. Ja. Ja, nee, prof dat er een boer. Ja, dat zie je niet vaak hè. Ja, en dan ben je een paar jaar later, dan sta je bij de profs. Mijn grootste droom is naar het WK, einde van het jaar, in Ellie Pelly. Niks ervan. De vijand slaapt nooit in. Nee. Doe het wel helemaal, kom weg joh. Ja. Koffie. Koffie, ja. Hey! Uniek steeds, 10 jaar geleden, 1 april, toen brak ik daar mee. En 10 jaar later, 1 april, toen won ik die eerste titel. Hoe kan het? Hoe is dit godsnaam mogelijk? Als je 4 of 5 jaar hebt, of ergens in april, maar gewoon dezelfde datum ook, hè? Hey, mooi hè, jij daar erbij. Ik heb de rolstoel, mijn vinger ook nog gebroken. Het zijn een oud mannetje die vroeger van onder een trein was gekomen. Ja, zeg maar. Ja. Ja, weet ik er nog van? Ik weet er nog van dat op mijn laatste dag is gekomen. Die is eruit gestapt. En die het eerst wat ze hebben gedaan is me platgespoten. Als je ziet hoeveel dat ze op elkaar lijken, Marco en Danny. Echt ja. Veel. Met die krullen? Ja. Het was eerst paasdag, op een zondag, 1 april. En we hebben altijd paasvuur hier. Ze gaan altijd in de buurt ook gaan ze paasvuur slepen en paasvuur bouwen. En de kinderen zijn aan het spelen. Hij was 9 jaar. Op een gegeven moment, toen kwam hij dus tegen die schaaf aan. Hij had er niet meer aan gedacht. En toen kwam hij met linkervoet kwam hij in de blubber vast te zitten. En met zijn lichaam klapte hij eroverheen. En toen brak zijn hele onderbeen. Van zijn enkel tot onderaan zijn knie. VV Holter. Daar voetbalde hij. Hij heeft toen een keer mocht hij mee trainen. Ja, dus die selectie van Twente. En dan mocht hij toen een dag mee trainen. Hij was op weg om profvoetballer te worden. Ja, je weet nooit of hij het zo ver had geschopt. Maar nee, hij kon wel leuk voetballen, ja. En toen kwam dat moment? Toen kwam het moment dat hij zijn been brak, ja. Toch een soort droom die dan in duigen valt. Voor hem ook. Ja. Ja, heeft hij zelf nooit zo benoemd of gezegd, dat niet. Want je zit aan de rollercoaster en je gaat door. Dus er volgde eigenlijk operatie na operatie na operatie. En in die 12 jaar heeft hij bijna elke keer rond zijn verjaardag zat hij in een rolstoel. Of hij was weer geopereerd of weer in het gips. Of, ja. Maar ja, zulke dingen, ja, het overkomt je. Maar makkelijk is het niet. Nee. Nee. Eigenlijk van wild narigheid. Ja. Zie ik je nu in een leven met Danny? Ja, toch? Na heel veel geluk, ja. Heel mooi. Ja, ja super. Godverdomme. Ja, wie had dat gedacht? Ja. Ja, soms is het gewoon nog onwerkelijk, toch? Ja, ja, heel mooi. Hey, daar gaan we. Joho. Kom goed. Ja, kom goed, dank je. Kom voor elkaar.
Ja, Lot heeft bepaald nu dat ik profdarter ben. En ja, die kant die gaan we nu op. En die kans krijg ik nu. Die kans probeer ik met beide handen te pakken. En ik ben goed op weg. Stad is er. En ja, gaan we zien wat het wordt. Ik blijf gewoon lekker mijn best doen. En lekker positief, lekker knallen. En dan gaan we zien wat voor mooie dingen naar eruit komen. We zijn onderweg naar Schiphol om te vertrekken naar Manchester, naar Barnsley voor de Play Championship 9. Dat zijn als het ware vloertoernooien met die we voor kunnen kwalificeren voor het WK Darts einde van het jaar, de Play Championship Finals. Die zijn heel belangrijk voor Ali Pelli. Elke keer er naartoe rijden, vliegtuig, hotelkosten heb je erbij, de taxikosten, alles erop en eraan. Dus het is heel prijzig, dus ik doe alles bij mezelf. Maar zonder sponsoren had ik het ook niet kunnen redden. Als je eenmaal wint, dan verdien je 12.000 pond. Dus dat is, hoeveel is dat, 14.000 euro of zo, of 13.500, zoiets. Ja, dat is een leuk zakcentje. Daar kun je leuke dingen mee doen natuurlijk en veel van reizen. Maar goed, dan moet je wel even winnen en dat is niet zo makkelijk natuurlijk. Die moeten we hebben, 5 voor 10, Manchester. Dus, gaan we naartoe. Cover in leven gaan. It's in the palm of your hands here. And it's been too comfortable on his throw. He's been good. He's picked it off and he's going to get darts for the title. Danny Jansen, the teenager from the Netherlands, to be the main man today. He's earned his chance and he is the champion. Danny Jansen, the teenager from Holland, only his 9th PDC ranking event, is a ranking winner. Dat er dan uitkomt, dat is prachtig. Niet te beschrijven. Ja, ik heb een geweldig weekend gehad, zeker. Dit weekend beleeft Danny een sprookje. De beste 128 darters ter wereld zijn aanwezig op het toernooi. Op weg naar de finale verslaat Danny al machtige tegenstanders als Dave Chisnell en wereldkampioen Peter Wright. Ah, ik keek mijn vader wel even aan en toen was wel even allebei die blikken. Ja, dat kan ik niet uitleggen. Dat was gewoon zo mooi. Ik heb er altijd ook tegen Danny gezegd, je kan het. Het zit erin. Maar het wordt nog mooier. Danny wint de finale. He's earned his chance, and he is the champion. Dat was gewoon donders mooi. Ja, die titel, ja, dat was natuurlijk super mooi. En dat geeft me gewoon een goede sprong in de rankings en alles. En daardoor krijg ik gewoon een hele goede kans voor het WK en dat soort dingen. Gewoon goed mijn best bij doen dit jaar en ik pak hier en daar wat bij. En dan moet dat zeker goed komen. Ja, deze die wilde af en toe wat doen. Maar die is zo sterk dat daar hou je niks aan. Je moet maar gewoon laten gaan, ze kunnen toch geen kant op. Dus, Het zijn natuurlijk hectische dagen en ja, je bent veel aan het gooien, reizen en alles. Dus als je dan terugkomt en lekker rust op de boerderij, dat is dan wel zeker heel fijn. Ja. Ik zeg net, toen met die titel, ik zeg 10 jaar 1 april, vroeger brak ik mijn been. 10 jaar later 1 april, toen pakte ik de eerste WC-titel. Ja, moet zo zijn. Moet zo zijn. Want je hebt toch liever 1 april nu. Have you ever heard raindrops wailing on an oak tin roof? Or haggard in cash, pouring at the simple truth. Do you think that a little bit of fiddle is never enough? Then, buddy, you know exactly where I'm coming from. If it don't twang. Deze is gemaakt door Sanne Whitlock.
voor extra voor grippunten, dat ze goed in het bad zitten. En ja, dat heeft hij zelf gedraaid en in zijn schuur, met waarmee weet ik niet precies. Maar ja, die zitten echt top. Ze zitten mooi strak in het bad en mooi scherp de punten aan. Ja, Zijn Willock is wel echt een topgast, maar dat zijn ze allemaal, dat is één wat zeker is. En vroeger toen ik ging kijken, toen ging ik echt vooral naar hem kijken. Ja, ik mocht hem heel graag. En toen ik voor het eerst met hem gooide, ik heb ook één keer tegen hem gegooid. Ja, dat was wel gaaf als je al die jaren naar hem kijkt en je moet er dan één keer tegen gooien. Dat is wel top. Wie won hè? Ik. Ja, dat ligt ook gewoon een beetje aan hoe iedereen zich eigen voelt, maar ik heb soms wel best wel... Of gladde handen of hoe dan ook. En dit is een soort. Kutzooi. Kutzooi. Hij is voor de grip. Nou goed. Moet ik het helemaal opnieuw vertellen? Voor de grip, hè? Voor de oppassen. Nou, eerst voelde dat een beetje glad aan, maar op een gegeven moment wordt dat wat stroeven. En als je dat een beetje op je pijl krijgt, op een gegeven moment op dezelfde borp. En dan wordt je pijl, wat, ja, voor je gevoel is dat strakker en doet iets tegen gladde handen. Niet veel, maar wel iets. En ja, het is ook een soort van autisme. Als je in één keer aan bent, dan ga je er ook gewoon doen. Ja, hou op, jongen. Ja, emotioneel was het een zwaar moment. Ja. Dat hij de Tour gaat pakken, dat vond ik ja, bizar. Ik heb er altijd ook tegen Danny gezegd, je kan het, het zit erin. Weekenden achter elkaar dat we met elkaar in de auto zaten naar het toernooi, naar de NDB-ranking, ja, van alles. En, ja, toekomt, dat er dan uitkomt, dat is ja, prachtig. Niet te beschrijven. En dat hij daarbij mag zijn, ook in Engeland, dat hij de Pro Tour gewoon wint, ja, dat is uniek. Dat is uniek. Ja, en dat is wel, ja, dat hakt er wel in. Maar, ja, prachtig. Prachtig. If it don't twang, it ain't my thing. If it don't hang, like the midnight train. Or cry like a steel. Hup, hoe is die hè? Goed man. Hup, jongen. If it don't twang, it ain't my thing. If it don't swing. Nee, je allemaal vindt het allemaal gewoon geweldig. Hij, zoals hij hier begon, heel gewoon, boeren, nuchter verstand, zo is hij nu nog. Ondanks dat hij prof is geworden en iedereen volgt hem ook op alle plekken waar hij naartoe kan. We hebben hier vaste supporters die overal mee naartoe reizen. Ik kan er helaas zelf niet altijd mee, maar als we er zijn, als hij in de buurt is, zijn we er ook wel bij. Wij zijn Team Toornsmit, we darten in de Eredivisie in Oost voor DVO, dartvereniging Oost-Nederland. Dat is het hoogste niveau wat je hier in de regio kan gooien. Dus ja, dan krijg je goed tegenstand. Er zitten wat, zitten jongens bij die het wereldkampioenschap gehaald hebben. Zoals Christian Kist die een jaar of 10 geleden wereldkampioen geworden is. Jelle Klaassen heeft erin gegooid. Nou, ja, nu speelt Daniel de Kalter er bijvoorbeeld in. Dus het zijn echt wel jongens van naam. Wij hebben Danny. Dus dat is onze beste man. Daarnaast hebben we ook nog wel andere sterke spelers. Maar ons uitgangspunt is op dit moment Danny. Dus dat is hartstikke mooi. Danny kwam hier als nummer. En hij is nu uitgegroeid tot de Mullet. Maar hij bleef ons als omstanders, onze echte Hottenaren en Marklovers, heeft hij toch wel nummer. Het is niet de Mullet, maar nummer. Hij is gewoon de boerenjongen. Vanavond gaan we naar Zwolle toe. Eén de laatste wedstrijd gooi ik tegen Vincent van der Voort. We zijn nu een beetje aan het kijken hoe druk dat in de zaal is en wie er nu moet gooien. Toen keek je er echt tegenaan. En nu loop je de zaal mee te gooien op het hoogste niveau. Ja, dat is wel gaaf.
Zo, hè? Baasje aanmoedigen, hè? Ja. Baasje mooi aanmoedigen. Gekke gedachte dat je daar straks staat. Ja, zeker, natuurlijk. Dat is toch iets waar elke dat van droomt om op het grote podium te mogen staan. Dus, ja, als dat dan ook lukt, ja, dat is dan zeker weer gaaf. Ja, ik ben nooit echt zenuwachtig. Gezonde spanning heeft iedereen. Maar ik heb er juist heel veel plezier van en heel veel. Ik wil gewoon lekker knallen en dan gaan we zien of vanavond gaat lukken. Nou, hier wordt het laatste kleine beetje vermogen wat er nog in die 824 zit. 75-63, helaas. Gezellig. Mooi. Chris en Joppie. Hoe is het? Ja. Goed pas. Goed pas. Ja, zeker. Hi jongen. Hoi. Gaan we klaar voor vanavond? Doeg. Ja. Knallen. Knallen. Nu kijken. Even kijken toch. Alle nummers goed gemaakt. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Oh, Hendrik. Heb je het beste plezier dus? Dingen gewoon klaar op de grond heen. Met gewoon een hele klein manier van mensen doen. Die daar verkiekt, zeggen Bulbo. In de achtertuin. Dichterbij kreeg niet. En gewoon naar geblazen, hè, naar de rook. En dan stoven ze weer terug. Nou ja, kleur op met spul. Mooi. Gaaf. Ja, top. Leuk. Ik ben staan al naar Zwolle, joh. Gooi op het podium. Moet ik maar een beetje opletten. Dat is een achterkant trappetje die punt. De trekker mag aanparkeren aan de ene van de baan. Joop, doe mij maar XXL. XXL. Lijkt me beter. XXL. Dat is ook gelijk de zonnebril. Oh, de zonnebril ook. Ja, dankjewel jongen. Janne, kan je ook nog in, hoor. Nee. Nou, hier de zonnebril. Wat al hebben mijn moeder en zo anders. Ja, waarom zit zo op de film wordt nog? Ja, de hond bij jou toch? Ja, dat is de oma van de moeder. Ja. Dan zal hij er maar afwachten. Haha! Surprise! Ik dacht niet dat je. Toch, hè? Dat is de moeder! Mooi, man. Ja, ja, goed. Hey, gentlemen! Doe maar! Wat Guns N' Roses, welkom to the jungle. Opkomstnummer. Nummer past goed bij me. Lekker fel, lekker fit. Gewoon lekker knallen. Het is ook een soort jungle waar je daar op zijn podium staat. Dus heb je een special edition, man. Maar dan heb ik toch een witte. Hoe laat is het? Ja hoor, kijk, super. Dat zei ze. Die zit erin. Mag heel even van met jou en je kan je dat nog filmen, dan ben ik klaar. Het is het land van de bullet. Oh, dat maakt wel. Pas wel, hè? Jongen, lukt dat? Shirted supporters. 20 years old, Danny Jansen. What an announcement it has been on the big stage
from the Mullet. A winner of a Pro Tour Events Players' Championship earlier this year, coming way ahead of schedule. He admits it himself. I won't cry. I won't cry. No, I won't. But he has. His visit to the match. Amazing. Amazing, amazing. And a beautiful shot. Double eight here. Focus it up. Come on! Hup! Yeah! No! He does double dip though. That's a great visit in the end. Will it be the end of the match right here? Or will it be Van der Voort? Dat was hem. Kan hij nog een beetje werken, maar? Ja, wel jammer dat hij weggaat bij ons. Ja, ik bedoel, werken. Ja, ik wou dat hij bij ons bleef. Maar ja, goed, we hebben altijd gezegd, als hij dat gaat halen, dan dat is natuurlijk wel het ultieme doel om te halen. Dus ja. Ik heb gewoon volle bak mijn best gedaan en alles ervoor gegeven en ik ben heel blij met het resultaat tot zover. Ellie Pelli, ja goed, we gaan het zien. Ik heb er heel veel zin aan en ik kan eigenlijk niet wachten tot we daar op het podium te staan. Heel veel succes op het WK komende week. Ik kijk er echt naar uit. Ik weet dat je hier ook heel veel steun hebt hier in Amerika. Alle mensen staan achter je. Hey Danny, voor je via deze weg heel veel succes met de komende WK. Daar maken we wel van, je mag er genoeg van. Super veel succes op je eerste WK. Je hebt, je hebt het goed gedaan dit jaar in ieder geval om gelijk daar te staan. Danny Jansen, ja, je hoort in Nederland altijd dat er weer verhalen zijn over een nieuw groot talent. Het is altijd moeilijk om te voorspellen of dat grote talent het ook echt naar de absolute top gaat halen. Wat je wel kunt zeggen is dat Danny een fantastisch eerste jaar heeft gehad. Een van mijn hoogtepunten dit jaar was toch wel dat ik jou en jouw familie heb leren kennen en alle avonturen die we samen hebben beleefd. Dus ik kijk alvast uit naar volgend jaar. Kom op Danny, zet hem op. Niet te veel druk op jezelf neerleggen en je weet wat je zelf kan. Come on boy. Ik zou zeggen Danny, geniet ervan.